Goeiedag, lees van Medemblik Actueel. Welkom bij alweer de 17e vlog van mij over de verbouwing van het Bakkerijmuseum. We staan hier bij een soort, wat is het, moderne kunst lijkt het wel. Dat is het natuurlijk niet. Het is de lift, hij staat. Dus nu kan ik weer het knopje indrukken. En nu gaat de deur gewoon open. En dan gaat hij rustig dicht. Kijk. En dan gaat de lift. Zo kom je beneden nu. Of boven, net aan welke kant nee. Verder is de wc's zijn verder gestuukt. Ik kan het laten zien, het gaat allemaal strak te worden nu. Het gaat ook nog betegeld worden. En dat zal ook met de keuken gebeuren, de wanden worden inmiddels klaargemaakt voor verdere afwerking. Dat is bijvoorbeeld aan deze kant al gebeurd. Hier zijn de muren al gestuurd en strak. Dus dat kan binnenkort geverfd gaan worden. Kabels liggen er allemaal in inmiddels. Dus dan kan de vent nog afgewerkt worden. Ja, en dan kom je hier dus weer bij de lift. Waar ook veranderingen plaatsvinden is hier op de chocoladeafdeling. Er staat een splinternieuwe koeltafel. Wel met massief stenen blad. En we gaan hem ook mooi ouderwets onttimmeren, dat hij een beetje oud lijkt. Dus er is ook een tweede doorgang gemaakt. De deur zit er inmiddels in. Er zat nogal een deur. Dus ook hier kan je gewoon een rondje lopen straks, dat je niet meer tegen elkaar in hoeft te lopen. Dat is met drukte makkelijk en nu met de coronamaatregelen is het ook handig, want dan zijn we alvast helemaal voorbereid. Wat ook voorbereid wordt, dat zijn de nieuwe neptaarten voor in de vitrines. Hier weer een mooie combinatie van oude en nieuwe technieken, want de vorm die gebruikt is hier ook, is een meer dan 150 jaar oude bruidstaart. En het materiaal is piepschuim en dat wordt dan bekleed met een soort klei en dan lijkt het net echt, maar eigenlijk is het hyper modern. Nou, graag tot de volgende week weer. We blijven gewoon op u wachten, deze meneer ook. Dan zou ik zeggen tot de volgende keer.